De bibliotheek in Kuik is altijd in beweging. Voor het uitlenen van boeken, maar ook voor informatieavonden. En bij mij heb ik... Mehdi Posma van BiblioPlus, een klantadviseur en programmamaker. Ja, Mehdi, vertel eens. We zitten hier eigenlijk om te horen iets over het Open Podium. Ja. Nou, Open Podium heeft niks met boeken lezen te maken volgens mij, maar wat is het wel? Ja, het Open Podium is eigenlijk een plek waar iedereen met een passie of met bepaalde kennis die daar iets over wil vertellen, terecht kan en zijn kennis kan delen met al dan niet bibliotheekleden en iedereen die geïnteresseerd is. Ja. Is dat alleen voor klanten van de BIEB? Nee, het is voor leden en niet-leden. Iedereen kan eigenlijk komen en ook iedereen die kennis heeft, of die nu wel of niet lid is, kan deelnemen aan het Open Podium. Ja. En hoe vaak vindt zo'n Open Podium plaats? We proberen, nou, gemiddeld ongeveer 1 keer in de maand is er een Open Podium. En soms zijn het er wat meer, soms zijn het er wat minder. Net hoe onze planning komt. Ja. En zo'n Open Podium, is dat dan iets wat een hele avond duurt of een hele middag? Of zeg je van, nou, met een uurtje informatie komen we een heel eind? Nou, dat is eigenlijk heel erg afhankelijk van degene die het Open Podium wil geven. Het is nooit een heel dagdeel, hè? Maar het kan soms in een uurtje. En soms zeggen mensen, nou, ik denk wel 2 uur nodig te hebben. Vaak met pauze of met even wat vooraf of napraten. Eigenlijk is heel veel in overleg met degene die het Open Podium geeft. En dan kijken we dan, oh, wat past er dan bij samen? En dan geven we het Open Podium. En dan maken we daar een mooi programma van. Kun je een voorbeeld noemen van een Open Podium? Wat kan er allemaal terecht bijvoorbeeld? Ja, nou eigenlijk is het heel erg breed. Het kan gaan over de Maasduinen, over Maasheggevlechten. Positief opvoeden hebben we gehad. Labyrinthen, raakustoken. Nou eigenlijk, je kunt het zo gek niet bedenken of het kan voorbij komen. Ja, het klinkt echt heel breed. Heel breed. Is het ook zo dat als mensen, leden of andere mensen zeggen van, nou, ik weet zoiets leuks, die kunnen gewoon terecht bij de BIEB om te zeggen, laat mij maar een Open Podium doen? Ja, die zijn van harte welkom. Ze kunnen naar ons, naar de balie komen, naar alle vestigingen, alle bibliotheken. Of ze kunnen op de website kijken, www.biblioplus.nl/openpodium. Daar kunnen ze zich ook aanmelden. En dan gaan we samen met hun kijken, oh, wat wil je vertellen en hoe kunnen we dat samen plannen? Ja. En zijn er kosten aan verbonden? Nee, mensen die kunnen dat gewoon gratis hier komen doen. Vaak als ze bijvoorbeeld met printjes of iets dergelijks, dat printen wij voor ze. Of als ze onkosten maken voor iets kleins, dan vergoeden wij dat ook. Dus in principe, er zijn helemaal geen kosten aan verbonden voor de mensen die het houden. Al die onderwerpen die je nu noemt, ja, die hebben eigenlijk toch niets met de BIEB te maken, of wel? Nou, dat zou je zeggen, maar we hebben eigenlijk een hele brede collectie informatieve boeken over van alles en nog wat. Hè? Over opvoeden, over het verkeer, over communicatie, eigenlijk noem maar op. Dus eigenlijk past het weer juist heel goed bij de collectie en sluit het eigenlijk op elkaar aan. Oké, dus alles wat je in een Open Podium hoort of ziet, zou je later weer op kunnen zoeken hier dus? Nou, zo goed als alles durf ik wel te zeggen, ja. Ja. En inmiddels zijn er 3 mensen aangeschoven hier op de bank, in de BIEB, op het Open Podium. Want dit zijn mensen die al een Open Podium hebben gehouden hier. Nou, ik begin gewoon vooraan. Wil je even voorstellen alsjeblieft? Ja, zeker. Ik ben Emmy Colijn. En ik heb hier ook een Open Podium gegeven over positief opvoeden. Met aandacht voor jezelf. Dus voor ouders ook. Ja. We komen er zo op terug. Ja. Ik ben Henny Frederiks, hier uit Kuik. En ik heb ook meegedaan het Open Podium met Quilts. En ik mocht ook hier exposeren. Met Quilts. En ik ben Arjen Zijlstra, verkeerskundige. Ik heb daar wat over verteld. Nou, u hoort het. Het Open Podium, dat kan gewoon over van alles gaan. En nou, ik begin toch maar weer vooraan. Positief opvoeden met aandacht voor jezelf. Dat vond jij van, nou, dat verdient dus echt aandacht.
Ja, ja, het is ook echt mijn werkgebied. Ik heb daar ook een eigen praktijk in. En om echt te kijken van hoe kunnen we nou gezin en eigen geluk aan elkaar verbinden. En ik vond het eigenlijk een mooie mogelijkheid om juist in een biep, eigenlijk een beetje een huiskamersfeer, ouders uit te nodigen om het daar eens over te hebben. Dus ook in gesprek te gaan met elkaar. Hè? Dus dat je niet altijd een probleem hoeft te hebben om ergens te komen, maar juist om eens nieuwsgierig te zijn van wat is dat nou? Ja, dus dat zo ja. ging dat. Jij hebt je open podium al gehad. Zijn er veel mensen op afgekomen? Nou, op dat moment kwamen niet heel veel mensen op af. Dus het was echt in een kleine setting. Had denk ik ook wat te maken met de timing. Kinderen waren net allemaal naar school en het was een hele drukke periode. Dus in april ga ik nog eentje geven, 2023. Dus ja, want het was wel goed ontvangen en ik vond het ook heel erg leuk om te doen. Ja. Ja. Is het voor mensen moeilijk om die stap te nemen? Bijvoorbeeld in het onderwerp wat jij hebt, dat je zegt van nou opvoeden, dat is soms misschien een beetje lastig, zo van oh, doe ik het wel goed of niet, mag ik daar kritiek op krijgen of zo? Ja, er zit nog wel een bepaalde voorzichtigheid in, merk ik. Dat mensen onderling er wel over praten, maar als ze dan wat meer willen weten van oh, hoe dan precies, welke techniek of hoe doe ik dat dan voor mezelf zorgen, dat dat toch wel een volgende stap is. En ik vond het ook mooi dat ik, omdat ik in een biep was, ook veel boeken neer kon leggen om te kijken van hé, hier kun je nog meer daarover lezen en met elkaar over in gesprek gaan. Ja. Ja. Hoe heb je het zelf ervaren om het te houden, te geven, zo'n open podium? Nou, ik vond het echt heel erg leuk. Ik vond het, ik ben heel erg gewend om met ouders altijd over dit onderwerp in gesprek te gaan, maar nu was het eigenlijk in een hele andere setting. Dus je wist helemaal niet wie er kwam, maar eigenlijk is het toch ook een universeel onderwerp. Van, oh ja, we zijn allemaal ouders, we willen het allemaal goed doen, maar wat is dat dan, positief opvoeden? En hoe ga ik dat zelf doen als ouder? En ik merkte dat ik dat zelf ook wel erg leuk vond om het juist in een hele andere setting te doen. Het is echt, ja, laagdrempeliger kan bijna niet. Ja. En wat jij hebt gedaan met je open podium is weer iets totaal anders, hè? Ja, heel anders met twee andere dames die hier ook weer heel andere quilts maken dan ik. Dus dat met z'n drieën hebben we hier gepresenteerd en we mochten ons verheugen in best veel publiek. Het was leuk aangekleed, muziek erbij, iemand zong leuke liedjes erbij. Ja, en na de hand had ik de eer dat jij me ook nog interviewde en met een heel leuk filmpje wat op jullie website te vinden is. En naar aanleiding daarvan heb ik ontzettend veel leuke reacties gehad en heel veel mensen veel over quilten kunnen vertellen. Ja. Ik ga toch even terug naar het begin voor mensen die niet weten, wat is quilten eigenlijk? Wat is quilten? Een quilt, dat is, dat bestaat al heel lang, hè, als een gebruiksvoorwerp om je warm te houden. Vroeger werden daar dekens van gemaakt. Eigenlijk allemaal van restjes, van ja, mensen hadden niet veel. Dus alles werd opgebruikt om daar met een vulling van een oude deken en er een laag overheen van oude stukjes stof van een jurken, van een broek. En, ja, maakt niet uit. Later is dat uiteraard allemaal veel luxer geworden. Er zijn heel veel quiltwinkels. Er zijn tentoonstellingen waar leuke beurzen waar je stofjes kunt kopen. Dus er zijn ook vreselijk mooie patronen. Daar maak je een top van. Dat is het patchwork. Daar gaat een vulling onder. En een achterkant. En die drie lagen quilt je aan elkaar. Dat is een soort rijgsteek. Een versiering, vrouwen versieren graag, dus dat maakt het nog extra mooi. En je maakt of hele grote of hele kleine, maakt niet uit. Ik heb er aan de muur hangen, de kinderen hebben er allemaal een. Voor mijn kleindochter ben ik er een aan het maken. En mijn leukste quilt vind ik zelf mijn 3D quilts. Ja. En die hingen hier. En die hingen hier, want jij hebt een open podium gegeven hier al. Je hebt toen verteld wat een quilt is en hoe je het kunt doen, maar je had ook inderdaad een expositie hier. Ja, inderdaad. Heel bijzonder om in je eigen dorp te exposeren. En ik heb diverse mensen rondgeleid. Je komt weer bekenden tegen op straat van, goh, die de biep uitkomen en zeggen van, ik zag werk van jou, wil je er eens over vertellen? Nou, dus ik kwam hier 3 keer in de week soms. Ja. En dus dat voorziet toch wel in de behoefte. Mensen vinden het erg leuk. Ja. Dus ja, kan het iedereen aanraden. Ja, dus jouw open podium is eigenlijk helemaal doorgegaan in nog een lange tijd hier bij de biep naar binnen lopen. Ja, zeker. Ja, ja, dat was het effect. Ja. Ja, en dan gaan we nog even naar jouw buurman Arjen.
Jij hebt weer een heel ander onderwerp behandeld hier. Ja, ja, ik heb het over mijn eigen vakgebied gehad, verkeerskunde. Verkeerskunde. Nou, vertel daar eens iets over dan. Hoe was jouw open podium? Het open podium was leuk. Best wel druk bezocht. Ik denk een 13, 14 mensen. En het was ook heel interactief. Want ik heb een quizje gehouden over verkeersregels en dat soort dingen. Nou, de meeste mensen kunnen opnieuw op examen wat mij betreft. En daarnaast had ik ook allerlei deelonderwerpen bedacht. En daar mochten mensen uit kiezen van wat ga ik vertellen. En dat leverde heel veel leuke discussie op. Want even concreet, wat vertel je dan bijvoorbeeld? Want verkeer, nou ja, we doen allemaal aan verkeer. Wat moeten we daar nog specifiek over weten dan? Nou, ik vertel bijvoorbeeld over hoe een bepaald verkeersontwerp tot stand komt. Wat er allemaal bij komt kijken, wie er allemaal invloed op hebben. Waar je allemaal rekening mee moet houden. Ik vertel ook hoe je als bewoner tot verbetering van je eigen verkeerssituatie kan komen. En verder heb ik het natuurlijk gewoon over de uitleg waarom bepaalde dingen toch anders zijn dan de mensen vaak verwachten. Want er zit meestal heel veel achter wat men zich niet realiseert. Ja, dus als mensen dan bijvoorbeeld zo'n vraag hebben van hoe komen we hier in Kuik aan die onmogelijke kruisingen, dan weet jij daarover te vertellen hoe dat in elkaar zit. Ja, ik kan daar veel over vertellen. En sommige dingen die ontstaan gewoon, dat is historisch gegroeid. Want er liep hier vroeger een Romeinse weg en daar is Kuik door ontstaan. Je kunt niet in één keer binnen 10 jaar een dorp in elkaar timmeren. Dus dat is wel interessante materie, vind ik. Ja. Hoe is jouw open podium ontvangen hier? Nou, ik had de terugkoppeling dat iedereen het interessant vond. Ik zelf ook. En er zat ook voor iedereen wat wils bij. Want iedereen komt met een eigen agenda en wat hij wil weten. En nou, ik heb het idee dat ik dat toch aardig wat in heb kunnen beantwoorden. Ja. Ben jij wel eens naar een open podium geweest van iemand anders hier? Nee, ik ben er nog niet geweest. Maar nu ik weet dat het bestaat en ook dit weer hoor van mijn collega's hier naast mij, denk ik, ja, oh interessant, ik ga echt even de agenda bekijken. Ja, ja zeker. Dus wel iets om in de toekomst in de gaten te houden, Hanny? Zonder meer. Ze hebben erg interessante onderwerpen. Ik ben geabonneerd op de nieuwsbrief van de bibliotheek. En daar staat altijd alles in wat er hier te doen is. Niet alleen hier, maar ook alle andere vestigingen van BiblioPlus. En daar zitten erg leuke, interessante dingen bij. En ik heb het geluk dat ik heel dichtbij woon. Dus ik loop nog wel eens binnen. Ja. Nou, u hoort het. Wilt u een leuke, ontspannen middag of avond hebben, informatief over dingen die hier in Kuik gebeuren of in de omgeving, gewoon even contact opnemen met de BIEB in de buurt of hier in Kuik en meedoen met een open podium, toch? Zeker, ja. Zonder meer. Biblioplus.nl